som binde. Des blikkies daar wie roeie en Boesman die brak. Trompie in die bok som binde. Met een geduikte skoene en een kittie in die zak. Kwacha Bertse Hoofdstraat ken die bok som binde. Voor alle ranne katte kwaad zul al een legende. Blikkies kou sy grasie, klein Davie is die slimkop. En rooie wil sy groot toon roer, maar sy ander toon roer op. Trompie in die boks ombende, dis blikkies Davie rooie en Boesman die brak. Trompie in die boks ombende, met een geduikte skoene en een kitty in die sap. Blikkies! Ja, blijf een klein dorp in de rooie. Ach, zing ook. Wat bazelen. Rooie, Davie, kom hier. Wat maak ons vanmiddag, ons? Ons spreek het bij die fort. Kom hier nou niet? Omdat ek so sê, domkop. Recht, Davie. Recht, Trompie. Wie is jou Trompie? Recht, kapot. Zien jullie daar? Wanneer laatst ons iets gedoen wat die moeite werd was? Ou Trompie sal wel aan iets ding om vanmiddag te doen. Ik hoop so. Sien jy ons by die port? Want dan het of my een stukkie leer saam te bring vir my Ketty. Ek sal. Ek is gebang voor my. Het was van my camera saamgebring van Johannesburg. Laat ek sien. Is in die huis. Hoor. Katrien, onthou my jou camera om my te kom wys hoor. As jy hom nie sal breek nie, ek sal hom nie breek, man. Ek kom maar. Jy moet gauw maak, jong. Ek moet vanmiddag vergadering toe gaan. Kom, jou kos staan op die tafel. Ek kom maar. Middag, Dominie. Middag, Boetman. Rooie. Dominie. Sê asblief jou vader, ek sê vandag my skoene gekom haal en ek sal môre kom. Goed, Dominie. O ja, Boetman. Dominie. Gaan vra sommer vir 'n vrou of jy haar kerkskoene kan saamvat. Ja, ek is glo los. Reg, Dominie. Dankie jou seun. Om 10 sal nie gee nie, man. Kom ons nie die vlot van hulp nie. Petrodrom is baie beter en sterker. Dis rooie. Weet julle ons wat? Wat? Daar is Bobby Jan in die dominee se tuin. A Bobby Jan? Wat maak die ding daar? Hy sit op 'n park. My pa sê die dominee dom van die bosveld af laat saamkom. Lede van die boks van bende. Die ding moet ons gaan bekyk. Weg is ons. Hou moet ons vang, ouwens. En wat gaan ons met hom aanvang? Hoe speel sommer net een beetje met hom? Ja, maar sê nou die dome nie vind uit. Ach, Blikkies, niemand sal eers weet dat ons die Bobby Jan gesteel het nie. Ons speel so'n beetje met hom in die fort, dan bring ons hom weer terug. En wie gaan hom vang? Trompie natuurlijk. Hy is ons kaptein. By die ding? Ek weet nie. Dit moet jy maar self uitvind. Roy, jy soek vir my. Ek is bang vir jou nie. Nee, wacht nou julle. Daar is nie nou tyd vir stry nie. Ons moet die Bobby Jan in die hande kry. Toe, waarvoor wacht jy? Wacht maar, fluit is Harry, man. Ek is lang in die straat gaan wakker. Kom, Kiesie. Kom. Grijp die ketting en ruk die ding af. Ja, man, gee die kans. Tip, waar kom die koster? Middag, Omgoor. Middag, Boet.
nie. Kom, Keesie. Mooi, Keesie. Kom, kom. Kom nou, jy. Hy het hom. Wat aan die kop daar. Kom, Keesie. Kom, kom, Keesie. Hier kom hy. Is hy nie een piesang of een ding nie? Ja, ons is by die huis en sy gou gaan nou weg. Maak dit gou. Magies, kom. Ouwens, waar is julle? Waar is julle nou? Middag, Tannie. Goeiemiddag. Het Tannie nie drie seuns met op die jaar nie verwijs en hartig? Ja, hulle is nou net hier af met die klomp ronde achter gaan. Baie dankie, Tannie. Tot ziens, Tannie. En Tannie Grieta. En dan is haar die koeksisters. Wie van u sal daar voorval? My sisters? Maak en alles weer in orde kry. As julle klaar is, kom julle in my studeerkamer toe. Al vier van julle. Susters, ek is jammer. Ons laat ons vergadering moet uitstel tot by 'n volgende geleentheid. Ek is jammer. Binnen. Nou toe, wat het jy te sê? Ons wil maar net met op 'n spele doen nie. Is seker wie jy by die Bobbiane het meteen het geneem, Trompie? Ja, doen. Maar om die sterste prokurasie doen. Hoekom het jy hom by die kerksaal laat los? Dit was nie as prins nie, dominee. Dis die honde se skuld. Hulle het ons gejaag, dominee. Ons het hulle probeer keer op, dominee. Nou maar goed, die keer sal ek vergeet. Maar jy los nou die Bobbiejan. En Sondag is julle almal in die sonnaskool, anders is daar moeilikheid. Ja, dominee. Nou goed, julle kan maar gaan. Dankie, dominee. Tot ziens, dominee. Tot ziens, dominee. Hai, Katrien, laat ek 'n bietjie sien. Ek het al 'n klomp foto's geneem. Wat ek om 'n bietjie bekyk? Hoekom? Ek sal mos nie breek nie, man. Jy wil mos nooit hê ek moet saam met jou en Dawie hulle gaan nie. Nou kan jy ook nie met my goed speel nie. Maar jy weet mos ons wil nie meisies daar hê nie. In elk geval, jy kan jou kamer omhou. Dis sommer simpel. Jy simpel. Pa! Alweer in die moeilikheid, hè? Ag, los my uit, man. Ek gaan net gebroodkoop, ma. Goed, Anna.
en bring ze wat versierzakken voor die koeksnaam. Goed, ma. Hier is ook pa. Middag, ma. Middag, Trompie. Wat heb je alweer vandaag aangevangen? Ik? Niks bijzonders niet, pa. Dan Sari was niet nou hier. Gut, het sy vir my vertel hoe die Bobbejaan op dan griet gespring het. Nee, sy het nie. Maar hoe kon julle soos barbare staan en skree? Dit nogal in die kerk saak. Hoe durf julle klomp so maar dom nie sy Bobbejaan steel? Ons wou maar net vir rukkie geleen het, pa. Oh, en denk jy dus, het was reg om dom nie sy Bobbejaan te vat? Seker nie, pa. Jy werk morgen heel dag in die tuin, hoor. Maar pa! Ja? Het is morgen saterdag, dit is mos naweek. En pa, o, jy het wel nooit te hek om help nie. Oh, seker maar om jy altyd nie pad is. Is seker so, pa. Ja, maar goed, dan kan jy die groentetuin skoffel en jafte kan, maar tussen die dahlias werk en bly hulle uit mekaar se pad uit, hoor. Reg, pa. Môre, klein baas Trompie. Môre, groot baas Jafta. Praai jy dan nou? Gaan jy my vandag bietjie help in die tuin? Nee, ek siek. Oh, en wat so siekte is dit nou? Ek weet nie, want het is sommer alles begin draai. My kop draai, my baas oogkrap en my hart is seer. Ja, ek ken hom baie siekte. Dis mos daai duisterse siekte. Hulle roep om die draai siek. Ek kan glo 'n man doodmaak. Hoe weet jy? Nee, ons ken hom, Trompie. Ons ken hom. Jy ook? Oh, Trompie. Die draait ziek. Hy is een baie lelijke ding. Ach, is nie, man. Hy is, Trompie. Hy is. Waar is die andere beren? Hulle is gestrag. Is hy vervlakste Bobbejaan. En Roy moet sy pa sy garage prim en blikkies petijn om. Ook is jy nie ook gestraf nie? My pa, hulle weet nie dat ek ook vir jou kees gejag nie. Kom, ons gaan swem. Ek moet in tuin weer. Wil jy my nie kom help nie? Wel, ek moet nog goed vir my ma in die dorp gaan haal. Ek sal nie kan nie. Ek wil een wikkel. Sien jou Trompie hoor. Nee, reg wat daar weer ek sy onthou. Pak sy los. Nee, Trompie, daar is ons nie die rechte ding om te maak nie. Skies jou af dat ek nie bloem jou raak te gooi nie. Jou pa, Jesus, sê ek moet hom sê as jy weer die droogte maak. Maar ek sê hom ons, ek het nie as pris gedoen nie. Ek was kwaad, toe gooi ek die kleid somme weg. Ek sal hom glo, Trompie. Dankie, Jafta. Dankie. Goed so, Trompie, goed so. Net een halve kopie, asseblief, Anna. Ja. Die nog een beetje suiker nie, pa. Nee, dankie, Trompie, het genoeg gehad. Dankie, Anna. Ek hier jou, Trompie. Ach, sissie. Denk hier moet de man maar een nieuwe blaadje omslaan. Oh, alweer een nieuwe blaadje. Nou, jou boek in die tijd zeker al amper vol, hè? Los nou, Trompie, Anna. Hoe laat komt nou een nieuwe vriend van jou vanmiddag? Zo tegen die tijd vanmiddag, man. Wie is hij? Stik die jong pa, hij is een klerk bij die magistraatskantoor. Maar als jy met spring, maar daar is chocolade ook, hoor. Waar vanaan af ken je hem? Ik heb hem verleden zaterdag bij die nieuwe partijtje ontmoet, pa. Ja. Nou ja, verskom me, ek moet wegwees. Ek wil klaar die boodreig opgemaak, pa. Dankie, Trompie. Anna, kom kry jou tee. Goed, ma. Jy ken daarom seker nou al daai stuk. Nie goed genoeg nie, ma. Dirk ken sy musiek, sy suster speel ook klavier. Wat ga jy vanmiddag aantrek, Anna? Nou, bly rokkie. Ach nee, Anna, jy is mis daarmee meer 15 nie. Nou, wat is verkeerd daarmee, ma? Maar jy moet daarom liever iets anders aantrek so vir die middag. Ach, maar raak uittijds. Allemaal dra nou sulke rokke. Wel, as jy gek van jouself wil maak, dan moet jy dit seker maar doen. Ek probeer maar net vir jou goeie raad gee. En ek glo nie jou pa gaan tevrede wees met jou keuse nie. Mens loop nie halfkaart voor 'n man wat jy die eerste keer ontmoet nie. Toe, wat sy streierie gaan hier aan? Is hy wolf al hier? Nog een pa. Geef haar Trompie aan. Kom, is jy so omgekrap? Ach man, ek kan ook nie elke dag met die kinders by jou nie. Tee. Asseblief. Trompie? Koeldrank en koekies.
Sjoe, dankie. Spaal terug. Hij is nou net gekomen. Je werkt hard, hè? Ja. Trompie? Ja? Hoe zou je ervan nou om 20 cent te verdienen? Wat moet ik doen? Het is makkelijk. Ik wil niet, je moet vanmiddag net hier in die tuin blijven. Je moet niet naar bij huis komen. Hoekom? Omdat ik een bezoeker krijg. Je weet het toch? Nou kom ik eigenlijk niet huis in kom. Omdat ik niet moeilijkheid wil hebben. 50 cent. Dan blijf je buiten. Geef je geld. Nee, wat? Eerst vanavond, als niks gebeurt. Waar is jij die gaan betalen? Ik zal, man. Met lichte donderbuien in die laatname. Zo ja. Uitzo, uitgevat, hè? Mensen kan die mannetje ontmoet wat ze voor verontwrichting hier in mij heeft veroorzaak. Ja, dat is blijkbaar iemand persoonlijks. Heel persoonlijks. Je kan nou maar die koekie die ijskast uit halen, hoor. Ik ben mijn namo. Snel vier! Dit is nou mijn pa. Oh. Aangename kennis, meneer Toerien. Aangenaam. Zet maar er. Nou, u, mevrouw. Dank u. En wat breng je nou een klein dorpje zoals ons? Hoe bedoel je, meneer Toerien? Waar mensen zeggen dat voor mannen is, hier meer geleentheden in de stad als Johannesburg bijvoorbeeld. Ja, dat is zeker zo, meneer Toerien. Maar ik heb het gevoel, ik kan van meer waarde voor die gemeenschap wezen in een achterlijke dorpje zoals Quaggeberg. En zijn mensen een beetje cultuur wel, hè? Johannesburg is net de Ierse rij. Oh, is dit zoals je vark in je afstik. U gaat dus een beetje cultuur voor ons naar ons dorpje brengen. Wel, mijn zuster ging natuurlijk klavieruitvoerings in Johannesburg en ons kan altijd een concert of iets gereel krijgen. Wel, cultuurzaken daar gelaten. Zet maar er. Dank je, mevrouw. Zal ik voor ons een beetje thee maken? Het zal lekker wezen, dank je. Thuis gebakte koek. Dat zal heerlijk zijn. Kom, help mij, Anna. Goed, mag. Zet, Dirk. Dank je, meneer Toerien. Thank you.
bijzonder lekker. Nog een stukje terug? Nee, dank je. Ik moet letten op mijn figuur. Zelf gebakken, hè? Wel, ik heb al maats een beetje geld. Mijn oma was natuurlijk een baasbakster. Ze zijn altijd met die prijzen weggelopen. Dank je, mevrouw. Zielen van die Kaapse pion. Dat is weg. Mijn opa had in de boerenoorlog gevecht. Hij was een Kaapse rebel. Ma. Kamp gebring. Mijn kamp? Baie dankie. Trompie, ik heb niet om zijn kamp gebring. Kan ik een stukje koek krijgen, man? Ja, zeker, Trompie, maar dat ik jou niet eerst voorstel aan meneer de Jong. Meneer de Jong, dat is Trompie. Middag. Middag. Je is ook niet betijds. Is jou ook van al die werken in die tijd? Ja, en ik een rukkie zit. Maar jij zit doodstil. Ja, klaar met die onkruid, Trompie. Zo te zeggen, pa. Je maakt je mond op, niet hoor je. Mag ik maar roken, mevrouw? Zeker, ga gerust voor. Nee, dank je. Sigaar, meneer Turing? Nee, dank je. Ik hou maar bij je pijpelen. Zij is minder schadelijk voor die mens. Ik rook natuurlijk niet bij speciale geleentheden. En als mensen je rook niet intrekken, is dat natuurlijk geen gevaar. Dus kom mee, mevrouw. Anna, krijg voor ons die asbak daar op je klavier, alsjeblieft. Ja, zeker, man. Een klavier. Baie mensen gebruiken klavier deesdae net voor die love jazz dingetjes. Dus zelden dat mensen goede klassieke muziek hoort. Dank je, Anna. Kan jij spelen? Ach, niet zo bikkie. We hebben ons niet een gunstie bewijzen voor ons ietsie spelen. Oh, ik speel niet baie goed niet meer. Ach, nou ja, ons kan niet allemaal Rubensteins wees, nie? Ja, goed. Mijn zuster speelt natuurlijk net op een vleugel. Maar Anna heeft nogthans die stuk op meesterlijke wijze vertolk. Ach, ik heb natuurlijk baie lang klaas gespeeld. Is niet je jok? Je die stuk vanmorgen zeker al 20 keer geoefend. Trompie, kom samen met mijn kombuister. Daar is iets wat ik meteen hier moet voor mij doen. Kom. Ja, is laat. Ik zal moeten gaan. Nou ja, ze zullen ze die mond van die zuigeling. Lijkt me Tromp weer rechter gewerkt vanmorgen. Zelfs die bloem ook net gegooid. Ja, hij is een oulijke knap. Net een beetje ongemanierd en verwaarloos op die oomlijk, maar nou ja. Dit kan met tijd terechtkomen. Ja. Ja. Tot ziens, meneer De Jong. Tot ziens, meneer Turin. Baie dankie voor een aangename keer. Die groet aan mevrouw en aan Anna. Ik maak ze. Tot ziens. Ziens! Hey, die Trompie se tuin natgooier het werkelijk hand uitgeruk. En ik denk rechtig je behoort voor je kan. Hoe denk je voor Anna nou? Maar ma zei nog mij altijd dat ik me niet jok niet. En je moest je stuk al baie keer geoefen. Maar dat is niet een geval van jok of niet jok niet. Dat is om je rechte ding op je rechte tijd te zien. En ik denk je rechte ding voor jou is om nou van Anna om verskoning te gaan vragen. Maar ma, hij kan toch niet al kerel wees niet. Hij is helemaal anders als ons. Kom. Kan je me horen, sis? Ja. Wel, ik wil maar niet zeggen, ik is jammer dat ik de verkeerde tijd niet gejok het nie. Maar ik is ook eindelijk niet jammer nie, want hij is sommer een rechte ou krater. Hij
weet wat, ik denk Trompie is recht. Hierdie Dirk, die jongens maar verwaande vind. Ons is blij, jij denk ook zo, my kind. Ik kom nou. Trompie.